De zevende dag van de protestactie tegen het regeringsbeleid gisteren was op het Bronsplein. De protesten worden afwisselend 's morgens of 's middags gehouden. De menigte neemt in vergelijking met de afgelopen 2 dagen duidelijk af. De actieleiding heeft een ander systeem gehanteerd waarbij bezorgde burgers hun mening konden geven. U krijgt wat reacties te horen. Maar moet jij als volksleider niet voor iedereen zorgen? Ben je niet daar aangesteld om voor Suriname ontwikkelingen te brengen? Wat gebeurt er met onze leerkrachten? Een paar minuten geleden, ik ga op Facebook en ik zie dat er een kindje is overleden in AZP. En die moeder is natuurlijk, het gaat niet om een baby, hè? Want we praten nu over de baby's, omdat het nu constant is dat er baby's overlijden. Maar er is een kindje overleden omdat er geen bloed was voor dat kind om te geven. En dan worden de zusters natuurlijk wel aangesproken, ze doen niks. Maar er is niks. En waar ligt dat aan? Oké, er wordt geschreven, geschreven slecht beleid. Jullie, geven jullie mijn antwoord. Waardoor komt het? Want ik sta hier voor mezelf. Het komt omdat deze mensen niet weten hoe ze moeten regeren. De menigte vindt het erg dat er nog steeds geen antwoord kan worden gegeven over de verdwenen gelden in het Resu-schandaal. Er is ook aangegeven dat er naar verschillende landen wordt afgereisd, maar dat de Surinamers er niets van merken. We gaan naar Nederland en er wordt constant in Nederland gezegd dat het in Suriname beter gaat. Zien wij het als Surinamers? Oké, het land gaat ten onder. En als we nu als Surinamers niet op kunnen staan, toch? Geloof me, in de komende 10 tot 15 jaar gaat iedereen wegrennen. Ik heb nu een actie nogmaals. President. Contact naar je volk. Contact naar een people. Communiceer. Communicatie. Communiceer. Even communiceer naar een volk. Je zoekt om de problemen die je schrijft. Contact naar een desnoods dat je moet op 5 konden. We hebben actie 200 dagen. Maar in de 200 dagen aan de lucht. We proberen in 2 jaar. Een hebben het. Look hoe zomaar die zo smaar dat we ervan op de hoogte. De protestacties voor vandaag zijn afgelast. Team Organic heeft gisteren in de middaguren een persbriefing gehouden waarbij is meegedeeld dat er een rustpauze is ingelast en dat de acties maandag voortgezet zullen worden.